In deze video leert u meer over het aanmaken van een reparatie. Selecteer een klant in de kassa en klik op de knop Reparatie. Standaard is een algemene artikelgroep en de interne leverancier geselecteerd. Deze standaard is aan te passen bij winkelinstellingen. U kan per reparatie een andere artikelgroep selecteren om de omzet in een andere groep te laten vallen. Omschrijf het probleem in het opmerkingenveld. Dit is zichtbaar voor de klant. Daaronder kan ook direct een tekst voor de reparateur worden geplaatst. Dit wordt getoond op de externe reparatiebon. Ook kan een extra opmerking voor collega's direct in de kassa worden ingevuld. Hieronder kan u nog een andere reparateur of de medewerker selecteren die de reparatie gaat doen. Daarnaast kan u nog foto's maken en uploaden. Bovenaan is het zakjesnummer zichtbaar. Hiermee kan de reparatie eenvoudig worden gevonden in de winkel. Ook kan u met dit nummer de reparatie weer terugvinden in de kassa. Vul ook een prijs in. Deze kan later worden aangepast. Door te klikken op prijsopgave moet de klant nog akkoord geven voor de reparatie. Door de schakelaar betaal later op inactief te zetten, kan er een aanbetaling worden verricht. Daarnaast kan u nog een verwachte einddatum selecteren. Klik vervolgens op de betreffende knop hoe de klant op de hoogte gehouden wilt worden. Reken vervolgens de reparatie af of klik op afrekenen. In een volgende video kijken we naar de verwerking van een reparatie.